33 jaar. Vak B viert vandaag dat jubileum. En ook de stadionspeaker feliciteert Vak B. En dat ziet er vrij uit wat Vak B vandaag heeft gemaakt. Goed werk van El Karouani. Op het moment dat Brenet die bal aanneemt, zet hij de rechtsback. Dus daar nog onder druk dat het balverlies oplevert voor Twente. En een kans voor Utrecht wellicht. Lammers moet even... Ja, goede bal, Toornstra. En dit is een serieuze eerste dikke kans voor Utrecht. En is het een geweldig balletje ook van Lammers op Toornstra. Die daar natuurlijk daar veel meer mee moet doen dan dat hij daadwerkelijk doet. Sadilek. De 16 in. En Stijn komt daar niet aan. Ook Caruani kan verdedigen. Lammers. Nou, Utrecht heeft zich prima geprepareerd op FC Twente uit. Met de eerste echte kans voor de uitploeg. Maar hier komt Twente met Taha. En oh, wat een redding van Branderhorst. En een geweldige kans nu voor Van Walswinkel. In de 13e minuut. Ja, vorige week tegen Excelsior stond het in de 13e minuut al 3-0 voor Twente. Hier waren ze dicht bij de 1-0. Sadilek. Van Walswinkel. Die schuift hem zomaar in de voeten van Viergever. Dit is al een overtreding. De eerste niet. En daar heeft Boels echt wel last van. Van het doorjagen van Sadilek. Botst daar vrij hard op Boels. De man dus in vorm met zijn 5 goals. Dat is een enorme streep door de rekening van FC Utrecht. Dat zo goed begonnen deze wedstrijd. Van Walswinkel. Daar links veel ruimte. Stijn. En de kans voor Stijn is er eentje die hij niet afmaakt. Op het moment dat Utrecht met zijn tiende staat, is dit de kans voor Sam Stijn om de openingstreffer te maken. En Jeppe Okkels is de vervanger van Taylor Booth. El Karouani. Boussaïd. Terug El Karouani. Daar komt Toornstra. Probeert het in één keer. Vindt die bal dan nog een keer terug. Toornstra. En nu prikt hij raak. Waar hij eerder in de wedstrijd nog een grote kans liet liggen, is er nu wel reden tot juichen. Toornstra zorgt voor de 1-0 voorsprong van FC Utrecht. Er zijn aardig wat spelers mee. Waaronder dus Toornstra, die een herkansing krijgt, de bal hier meeneemt. En is er de voorsprong voor FC Utrecht. Beetje weggedoken, maar met pet. Wout Weghorst. Sadilek naar Smal. Van Walswinkel, goede bal, flap. Hij die bal terug, Van Walswinkel. En de volgende grote kans voor FC Twente. Okkels. Dat is Eiting. Hilgers. Die heeft een lekkere bal. En zo gaan we richting de laatste minuut van de extra tijd in deze eerste helft. Smal. Ja, daar is veel ruimte bij Eiting. Die komt van de Hoorn tegen. Daar is hij langs. Eiting! Naast. Vlak voor rust nog de kans om 1-1 op het scorebord te krijgen. Eiting. Brenet. Balverlies. Dat hij het aflegt tegen Fraulo. Dan is dit Lammers. Die neemt hem mooi mee. Toornstra mee en Fraulo mee. Lammers. Ik weet het net niet uit te halen, maar Fraulo doet dat wel. Alleen dat is iets wat krachteloos. Dit was een grote kans voor Utrecht. Goeie bal. Stijn. Scherp voor Boateng.
Maar de vlag gaat omhoog. Hij maakt het natuurlijk briljant af. Wat Schengel. Buitenspel Boadou. Het is niet best hoe Taylor Booth zich hiervoor beweegt. Hij krijgt dus een tikkie. Een behoorlijk tikkie in de eerste helft. Moet ze snel af. Sadilek. Smal. De 16 in. En gekopt door viergever. Stijn duwt viergever weg. En vervolgens... Viergever en Stijn nogmaals in contact met elkaar. Ja, hij ziet ook niet heel erg veel aan de hand. Boadou. Met Fraulo. Boadou. Langs Fraulo. Boadou. En dan ziet hij het doel waar hij wat ploeggenoten over het hoofd zag. Sadilek. Univar. Daar Van Wolfswinkel slaat met het hoofd richting bal. Maar Van Hoorn zat er dan ook nog bij. Corner snel genomen. Boadou. En ja, die komt wel. Die bal is dermate hoog voor. Omdat hij hem niet echt kan knikken. Dat hij niet echt de vaart kan meegeven die hij wenste. Plupper. Balletje terug richting Hilgers. Dan Univar. De bal wordt nog even aangeraakt. Dan liggen er een paar minuten echt op de grond. En het is de corner voor FC Twente. Is er kramp? Ja. Ook keeper Onderstal mee naar voren. Die heeft de lengte. Met deze hoekschop. Derde minuut. Extra tijd. Daar het wegkoppen van viergever. En er zit nog Samsted. Samsted met een schot op naast gaat. En nogmaals ingebracht en nogmaals de mogelijkheid en dan is het nu gedaan. Het is afgelopen en FC Utrecht wint de uitbeurt bij FC Twente. Door een goal in de eerste helft van Jens Toornstra. 14 duels ongeslagen. Maar nu ook weer gewoon een driepunter bij kunnen schrijven.